Het eerste warmtepomplokaal van Nederland werd vandaag door minister Wiebes geopend in Groningen. Bij het Alpha College in de stad konden studenten, maar ook ervaren installateurs alles leren over de warmtepomp. De warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor verwarming en warm water in huis. De opening ging met een druk op de knop door de minister. Dit is nou Nederland coalitieland. Hoe belangrijk is het dat u hierbij bent? Nou, eigenlijk dat ik erbij ben is totaal onbelangrijk. Dat het gebeurt is heel belangrijk. Dit is niet alleen een nieuwe kans voor een deel van de arbeidsmarkt, maar dit is ook noodzakelijk om de energietransitie te kunnen doormaken. We hebben mensen nodig die met verstand van zaken zorgen dat onze huizen straks ook weer op een comfortabele, maar ook betaalbare manier worden verwarmd. En aangezien er de laatste tijd veel aandacht is geweest voor de problemen hier in Groningen, denkt u dat het toeval is dat het hier gebeurt? Nou, ik vind Groningen sowieso natuurlijk de afgelopen 50 jaar al de energieprovincie van Nederland. Hier zit een heleboel initiatief. Hier ligt wat mij betreft ook een belangrijk kernpunt energie voor de rest van Nederland. En wat nou leuk zou zijn, is als Groningen ook straks weer, maar dan op een nieuwe, moderne manier, op een duurzame manier, weer de energieprovincie van Nederland is.